Mijn naam is Maria Joanna en in deze video wil ik graag vertellen over mijn ayahuasca ervaringen. Want ayahuasca heeft heel veel impact op mij gemaakt. In een andere video vertel ik wat het is. Het is dus een thee die je tot je neemt en je brengt tot een zelfheling van je ziel. Je komt tot de diepste kern van jezelf. Nou, mijn passie is persoonlijke ontwikkeling, het leven, mensen, hoe zit dit allemaal in elkaar. En ayahuasca heeft me enorm geholpen bij dit soort inzichten. Ik had het niet kunnen bedenken hoe het is. Het is zoiets bijzonders. In mijn eerste ceremonie moest ik eerst vooral heel erg lachen om het leven. Wat er met mij gebeurde is dat ik door alle lagen kon heen kijken. En ik ontdekte dus, en dat was voor mij geheel nieuw, dat het leven eigenlijk maar een spel is. Het is een illusie en wat het leven is als wij het waarnemen, dat het niet echt is. Al lijkt het nog zo echt. En ik heb dus mijn leven lang gedacht dat het allemaal echt was. En om dan opeens te ontdekken dat het een spel is, dat het illusie is, nou, dan lig je echt helemaal dubbel. Ik heb zo hard gelachen om het leven, om mezelf, om deze waarheid te ontdekken. En ik heb ook ontdekt dat het leven gaat om jezelf te herinneren. Dat is waar het hele leven om draait. Om jezelf weer te herinneren en om jezelf te helen. Zodat je dus eigenlijk om in mensen taal uit te leggen, dat je naar een ander level kan gaan. Je kunt het zien als een soort computerspel. We hebben allemaal codering in ons, waardoor we dus beelden zien en uiteindelijk het ook een film wordt. Je leven is al een opgenomen film die jij kunt observeren. En waarin je de taak te doen hebt om jezelf te herinneren. Dat is de zoektocht die we allemaal hebben. We voelen misschien allemaal wel eens vragen opkomen van wie ben ik, waar gaat het leven om, wat wil ik nou echt doen, wat is mijn missie. Nou, ik in ieder geval wel, bij mij is die inner calling heel sterk, waardoor ik dus al heel snel bij dit ben gekomen. Het was ook echt zo, toen ik hoorde over ayahuasca, was meteen woem, mijn nieuwsgierigheid en ik was er ook direct. Voor sommige mensen brengt het heel veel angst op, want omdat je zo diep tot je kern komt, kom je tot ook waarheden die je niet voor mogelijk had voordat je de ceremonie inging. Maar bang zijn in het leven is echt bang zijn voor de liefde. Je bent bang voor jezelf en je bent liefde. Dus eigenlijk al die angst die we hebben zijn precies andersom. Je denkt dat je bang bent om te falen. Maar wanneer je dus veel dieper in jezelf gaat kijken, zul je ontdekken dat je niet bang bent om te falen. Je bent bang voor je eigen grootheid. Je bent bang voor liefde, een onvoorwaardelijke liefde die in jouzelf zit. Want dat ben je in de kern. Deze ontdekkingen, eigenlijk zou ik wel zeggen, je moet ze echt meemaken om het echt te geloven en het te integreren. Zoals ik net zei, je kunt het zien als een soort computerspel, we zijn geprogrammeerd. En wanneer je dus zo'n ervaring hebt, zijn je coderingen zo ineens anders dat je dus ook als persoon verandert. Dat is tenminste wel bij mij gebeurd. Want bij mij, mijn eerste ervaring was meteen een ontwakingsfase. Of een ontwakingservaring. We leven dus allemaal in de wereld in een soort slaapstand. En we denken dat wat we waarnemen dat het echt is. Maar dat is dus niet zo. En dat was voor mij zo'n grote ontdekking. Maar ik werd ook dus meteen uit de slaap gehaald. Omdat de ervaring is zo intens dat het niet meer uit je kan gaan. Je vergeet het nooit meer. Het verandert je complete programma. Het verandert echt je hele denkwijze in één keer. En het hoeft zeker niet te betekenen dat het ook voor jou in één keer gebeurt. Maar wel kom je tot hele diepe kern en hele diepe waarheden over jezelf en over je leven. Het kan een soort guidance zijn voor wat je nu zou moeten doen in je leven.